guys, dit is je boy QC en welkom alweer bij een nieuwe video. Zoals jullie weten hebben we laatst natuurlijk een top 5 straatrappers van Nederland gegooid. En daar zijn de meningen over verdeeld, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Maar vandaag gaan we het hebben over Amerika. Want in Amerika gaat Real zijn toch wel iets verder als dat als ik moet kijken naar bepaalde rappers en de dingen die ze hebben gedaan en dingen waar ze over hebben gerapt, waardoor ze vast komen te zitten. Maar we kennen natuurlijk allemaal Amerika wel. De plek waar je makkelijk kan doorbreken met één hitje en gewoon superrijk bent, de mooiste vrouwen om je heen hebt, de mooiste auto's om je heen hebt, succes, fame, alles erop en eraan. Maar er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. En vooral voor de straatrappers in Amerika. Want er zijn heel veel straatrappers in Amerika die zijn opgepakt, vermoord. Er zijn heel veel rappers die zitten vast, vermoord. En je weet het, als je in Amerika vast zit, vermoord, ben je fucked up. Je zit gewoon levenslang, je komt naar Jilla, alleen maar gevaarlijke mannen daar. En als je nog pech hebt, word je nog in je kont gepierd ook. En vooral wanneer je eruit ziet als bijvoorbeeld een Yamiko of zo. Ja, Yamiko zou echt fucked up zijn. Als je... Yo, Yamiko. Ewa. Hey bro, ik zat net te denken, hè. Stel. Als jij vast zou komen te zitten in Amerika, hè. Ja. Jij zou echt fucked up zijn. Ja, maar waar komt dit opeens vandaan? Ik ben een toevallige video aan het maken over rappers die vastzitten in Amerika. Oh. En ik dacht ineens bij mezelf, als Yamiko zou vastzitten in Amerika, jij zou fucked up zijn, bro. Jij zou kouloid in je kont gepierd worden, man. Je bent... Blijf ver vandaan, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, jij moet nooit gaan rappen in Amerika en vast komen te zitten, man. Nee, man. Never, never. Ik blijf hier. Jij wordt ineens Yamiko. Fuck jou, man. Nee, grapje, bro. Ik ga weer verder met de video, man. Succes, man. Ay, love. Maar ik heb vandaag dus een lijstje voor jullie gemaakt met rappers in Amerika die het woord real zijn misschien net iets te serieus hebben genomen. Dit zijn gewoon rappers die zijn opgepakt vanwege hun lyrics. Rappers die gewoon een liedje hebben gemaakt, dingen in hebben beschreven en dat gewoon allemaal overheen komt met de moord, met de crime. Maar in ieder geval jongens, genoeg gepraat en laten we gewoon naar de top 3 gaan die ik voor jullie heb samengesteld. Murder, fuck around and leave you, murder, I don't believe you, murder, murder, your life's on the line. Oké, jongens, op nummer 3 staat Bobby Smurder. En ik bedoel, Bobby Smurder kennen we allemaal wel. Die man had een paar jaar geleden een hit die over heel de wereld ging. And Chewy on some hot nigga. Like I talk to shit, I see when I shot niggas. Na deze hit begon Bobby Smurder zijn carrière echt hard en dik te gaan. Ik bedoel, die man had overal hitjes, had dikke featurings, veel grote rappers fokten met hem en uiteindelijk ging het allemaal mis. Want naast dat Bobby Smurder natuurlijk een rapper was, was hij ook een gangmember van de GS9. En GS9 is gewoon een gestoorde klik. Want uiteindelijk is heel de GS9 gang opgepakt en is er onderzoek naar hun geweest. Waarschijnlijk al jaren onderzoek. Bobby Smurder spitte natuurlijk allemaal gangster shit in zijn track, maar er is één bar die echt dat heeft op me gedaan. En dat is ook een bar die we allemaal kennen en die we allemaal meedoen als we de track horen. Tell my niggas murder team, bitch, about a week ago, Oké, jongens, dit is dus echt een fucked up situatie. Want besef dat de meest populaire bar van heel die track die iedereen meedoet, gewoon ook de bar is die iemand heeft gewoon laten oppakken. En misschien ook daardoor, omdat hij zo bekend is, dat de FBI dacht van oké, Mitch got a body about a week ago. Laten we even checken wat hij heeft gedaan. Maar ergens kan ik dit niet begrijpen. Want stel je voor dat ik een moord had gepleegd. En ik zit met Nesim in de studio. En Nesim zegt in de mic, QC heeft vorige week iemand vermoord. Bro, ik slap de achterkant van Nesim's hoofd per direct gewoon als hij achter die boot staat. Besef gewoon dat die Mitch een week geleden iemand heeft vermoord en iemand spit erover. En er is niemand in die studio die zegt van, hé bro, misschien is dit niet slim om te zeggen, man. Ik bedoel, hij heeft het echt gedaan. Je weet toch, als we neppe rappers waren, of in ieder geval als we dingen gingen verzinnen, dan kon het gewoon. Maar hij heeft het echt gedaan. Misschien is er onderzoek naar ons of zo, maar daar dachten ze niet over na. En uiteindelijk werd het ook nog eens de populairste bar van heel die track. Maar ja, domme keuzes, man. En ik denk dat dat gewoon heeft te maken met rappers die gewoon nieuw in de game zijn en gewoon hun ding doen, real willen zijn, willen spitten wat ze doen. Maar er niet bij nadenken dat dit ook gewoon in onderzoek gebruikt kan worden door de politie en noem maar op. En uiteindelijk zitten ze allemaal vast. Ik denk dat ze ook wel meer bewijsmateriaal hebben, want je gaat niet alleen voor één bar de gevangenis in. Maar hey, als het erbij gebruikt kan worden en het helpt het onderzoek verder, ja, dan ben je wel weer een stapje verder van huis. En Bobby Smurder, ja, ik vond het een harde artiest. Hij had harde tracks en het was echt zo'n nieuw artiest waarvan ik dacht van, bro, dit is weer eentje iemand die ik ga volgen. Maar nu horen we al een tijdje niks van hem, logisch natuurlijk. Volgens mij moet hij nog een paar jaar vastzitten, man. Maar in ieder geval genoeg over Bobby Smurder en laten we doorgaan naar nummer 2. Murder, fuck around and leave you, murder. I don't believe you, murder, murder, your life's on the line.
Oké okay, jongens, als jullie dachten dat wat Bobby Smurder zei al dom was, dan ga je niet geloven wat er bij de nummer 2 gebeurt. Nummer 2 staat X-Rated. En X-Rated heeft gekke shit gedaan. Dus sowieso heeft hij al een hele gekke moord gepleegd. In ieder geval, hij is met een gang van 5 man in een huis gestormd en heeft een moeder van, ik weet niet hoe oud ze precies meer was, maar hun hebben een moeder vermoord. Gewoon een vrouw vermoord in haar huis. En ik weet niet precies de reden, maar wat ik wel weet, is dat deze man zichzelf gewoon heeft gesnitst. Hij heeft dus een track uitgebracht. Want je hoort eerst een intro over dat ze bij een deur staan en een soort van als een pizza bezorgen en dan het huis binnenstormen. Pizza man. Man, I didn't order no motherfucker. En vervolgens rapt hij ook nog eens over I kill your mother, father, blah 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 blah. Allemaal dat soort dingen. Ik zag dit en ik dacht bij mezelf, what the fuck? Maar toen gebeurde er iets waar mijn hoofd helemaal niet bij kwam. Dus besef dat X-Rated ook nog gewoon een albumcover had met een foto, met een gun gericht naar zijn hoofd. En op die foto staat dus de pistool waarmee ook de moord is gepleegd. De wapen is volgens mij verder nooit gevonden, maar het is wel dezelfde wapen. Dus dat is allemaal fucked up shit, man. Ik bedoel, hoe de fuck real wil je het houden? Je weet toch, zet gelijk je paspoortnummer erbij, weet ik veel wat allemaal. Maar dus, X-Rated heeft iets van 25 jaar gekregen in het jaar 91, is die moord gebeurd. Die heeft hij uitgezeten en is vervolgens vrij. En ja, 25 jaar is niet normaal, maar besef vanaf 91. Dan kom je vrij, heb je ineens iPhone. Terwijl toen je in de bak in ging, had je misschien net de eerste mobiele phone, als ik het goed heb. Dus jongens, genoeg over X-Rated. En we gaan door naar de laatste, en dat is nummer 1. Fuck around and leave you, murder. I don't believe you. Murder, murder, your life's on the line. Oké, jongens, op nummer 1 staat er iemand die echt een vreselijke moord heeft gepleegd. Of ik moet zeggen moorden, want hij heeft 2 moorden gepleegd in 1 keer. En dat is Twan Guardi. En Twan Guardi, ik ken hem verder niet. Ik ken hem ook pas sinds dat ik research heb gedaan naar rappers die vastzitten vermoord door hun eigen lyrics. Besef gewoon dat deze jongen 2 jongens heeft vermoord die gewoon buiten bij hun huis zaten op de veranda. En uiteindelijk heeft hij ze gewoon beide gekild en hij is er een soort van bijna mee weggekomen. Want 6 jaar lang is er geen dader gevonden en wisten ze niet wie erachter zat. En na 6 jaar zijn ze weer onderzoek gaan doen en er zijn er dingen op hun pad gekomen, waaronder deze track. Listen, walk to your boy and I approach them. 12 midnight on this trap house butcher. Everybody saw when I'm choked them, but nobody saw when I'm smoked them, broke them, chopping up the shank, then I poked them. 357 spin with SMB, scoped them, broke them, had me cracking up, so I choked them. It's me, Tweezy, 6 feet over. Maar besef gewoon dat deze jongen precies heeft beschreven wat hij met de jongens heeft gedaan. Dus dat hij ze geschoten heeft, dat hij zeg maar bij hun bij de deur kwam, noem maar op. Dus deze man heeft gewoon in details uitgelegd wat hij heeft gedaan, een track over gemaakt. En in 2009 heeft de FBI dus deze track ontdekt en zijn ze verder onderzoek gaan doen. En uiteindelijk hebben ze hem opgepakt, heeft deze man 16 jaar lang gekregen. En 16 jaar lang is eigenlijk niet eens lang, want ik bedoel, 2 mensen vermoord en je krijgt 16 jaar, dat is niks. Dus ik weet niet wat de reden verder erachter is. Ik ben hier natuurlijk niet bij de rechtszaak geweest. Maar wat ik wel weet, is dat deze man gewoon zichzelf heeft gesnitst op een track. Uiteindelijk gewoon er bijna mee wegkwam. 6 jaar lang niks aan de hand. Dropt hij een track in 2007 volgens mij, die in 2009 werd ontdekt. En klaar, opgepakt. Gebruikt als bewijsmateriaal en achter de tralies, man. Oké okay, jongens, dit was dus de video. En best bizar als we het zo kunnen noemen. Want ik bedoel, dit zijn gewoon rappers die alles wel iets te serieus nemen en zichzelf gewoon zo real vinden en zo moeten bewijzen dat ze real zijn, dat ze gewoon dingen rappen waardoor ze uiteindelijk worden opgepakt en vervolgens gewoon soms levenslang, soms gewoon voor jaren achter de tralies zitten, man. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zal ook even in de beschrijving de video zetten waar ik mijn bronnen van heb, waar ik het dus zeg maar een beetje allemaal gezien, zodat je een beetje in kan verdiepen als je wil. En dan wil ik jullie verder gewoon bedanken voor het kijken naar de video. Dus vergeet de video niet te liken, te subscriben en tot de volgende video. Ik hou van jullie, later.